Bestraling is een van de belangrijkste manieren om kanker te behandelen. Met behulp van slimme algoritmen kunnen wij als wiskundigen en informatie artsen op een unieke manier inzicht geven in wat de beste behandelplannen zijn voor individuele patiënten. Je hebt aan de ene kant dat je bepaalde locaties wel wilt raken, daar waar de tumor zit, en omliggende organen eigenlijk niet. En dat is altijd hetzelfde probleem bij het maken van bestralingsplannen. Zo ook bij brachytherapie, wat gebruiken we bij prostaatkanker bijvoorbeeld. De patiënt krijgt katheters ingebracht. Op het moment dat die katheters ingebracht zijn, wordt er een MRI gemaakt. En op die MRI wordt eerst gekeken welke organen spelen hier nu een rol. Hoe ziet die eruit? Waar zitten de katheters precies? En op basis van die intekeningen kan een plan gemaakt worden, kan geoptimaliseerd worden. En dat moet dus gebeuren terwijl de patiënt wacht met de katheters die reeds ingebracht zijn. En dat wil je natuurlijk niet al te lang in die situatie zo laten bestaan. Dus je wil een redelijk korte tijd die patiënt kunnen behandelen. Meestal is dat maximaal een uur totdat je tot een plan wil komen. Met de slimme algoritme die wij gemaakt hebben, kunnen we dat nu ongeveer in 1 à 2 minuten, dat hele spectrum van plannen, al meteen doorrekenen. En dan verschuift de tijd dus eigenlijk naar het kiezen van een plan op een intelligente manier. Je kunt meer tijd besteden aan wat is nu eigenlijk het beste plan voor deze patiënt. We hebben dat gevalideerd met de artsen hier op een blinde manier, zonder hen te vertellen welk plan waar vandaan kwam en gevraagd welk plan zou je nu het liefst gebruiken voor deze patiënt. En in 98% van de gevallen kozen ze voor een plan wat wij op die manier gemaakt hadden. Wat ik zo bijzonder vind aan een project als deze, is dat wij als wiskundigen en informatici heel nauw samen kunnen werken met experts, artsen, klinisch fysici en onderzoekers, om zo te komen gewoon tot betere plannen en betere zorg uiteindelijk. At CWI, we've always been pioneers in mathematics and computer science. We focus on new and promising long-term research. From the development of the first computer in the Netherlands to connecting Europe to the internet, developing the Python programming language, our lives would look very different if CWI had not done the research. In 2017, together with Google, we broke a widely used internet security standard. And together with Microsoft, we built a secure tool. This is another example of how our fundamental research has real societal impact. In this case, making the internet more secure. We are also working on quantum software for quantum computers, an upcoming computing revolution of the 21st century. These can perform faster calculations than conventional computers by using effects from quantum mechanics. In our new 3D FlexRay lab, we have the only CT scanner in the world that can look inside objects during scanning real time and uses algorithms to adjust the scanning process. We are currently developing this to scan art objects from the Rijksmuseum. These objects, such as vases and statues, often contain a wealth of information. The scanner can also be used in the food industry, for example, to see if there are any bone remains left in the meat. These are just a few examples of the many topics that our 200 people work on, but they really show what drives us all. We do fundamental research, but always in touch with society. We find our fields of research really fascinating, but at the same time, we are driven by the knowledge that our work really changes lives.